basiselftal was wat last liever vorige week van de Dries. Straks zelfs een 4-5-1 met 1. Bataille. Darpino. Dat tikje is niet goed van Darpino. Maartens moest even opletten, maar doet dit dan uitstekend. Daar is Henri. En dan gaat die vlag toch de hoogte in. Thomas Henri. Hier zien we toch dat hij het geven van de bal op zijn eigen helft vertrekt. De bal van Kootjes was het Besje. Dan had zich vervangen. Doelzager. Met de actie is er makkelijk voorbij. Dan kan dit misschien wel wat worden. Jawel, het staat 1-0. Het is Sakala die het openingsdoelpunt scoort hier in Oostende. Het is verdiend na iets meer dan 25 minuten voetballen. De op 1-0 ruimte hier gegeven. Hielsager. Dan doet hij dat uitstekend. Ook wel te makkelijk de manier waarop hij voorbij Besje gaat. Hij behoudt het overzicht. En dan is ook Uedraogo eraan voor de moeite. En staat het 1-0 voor Oostende. En spelen op Mercier. En dan Soa. Dat is een goede bal van Mercier. Goede ren van Soa. Die gaat neer. Wat doet Dirk? Hij geeft hem niet. Het is een correcte ingreep. Uiteindelijk contact met de bal. Hier is de tackle. Dit lijkt me inderdaad geen contact met de bal hoor. Het is het tikje van Soa. Kijk, en dan wordt hij aangetikt door Hendrik. Hubert de bal daar wegbokste. Mercier. Dat doet hij handig. Soa gaat die trappen. Soa met de poging. Niet onaardig. Het opnieuw communicatie dus tussen Dirk en de vele afwezigen. Gooi. Jelle Bataille. Gay. Sakala. Gay. Ah, er is Sakala. Dit is een kans. En dan gaat hij erin. Het is Sakala opnieuw. Met het doelpunt bijna 5 minuten ver. In deze tweede periode. De eerste keer dat KV Oostende daar komt opduiken. Een pak lastiger voor OHL. Om hier nog wat van te maken. Gay met wat geluk. De bal uiteindelijk tot bij Sakala. Hij maakt er dus al snel in deze tweede helft 2-0 van. De zorgen steeds groter voor OHL. Sakala dus zekerheid naar de kant gehaald. Goed van het. Ja, daar is Hielsager Gay op weg naar de goal. Nee, hij plaatst hem naast. Bijna een uur gevoetbald in KV Oostende. De 3-0. Goed werk van Theat. Dan is dat ook uitstekend samenspel tussen Gay en Hielsager. 2-0, twee keer Sakala. Gay dicht bij de 3-0. En dan is hij opnieuw Gay. Stevige kerel en dit doet hij uitstekend. En het staat 3-0. Nou, net geen uur ver. Net na die kans van daarnet. Al 3-0. Ingooi. Meegenomen. En Gay. Die doet dat uitstekend. Romo. Geen schijn van een kans. Dit is echt wel een schitterende goal van Maktar Gay. Op deze manier KV Oostende. Op weg naar een mooie zege. Goed, wat als, wat als. Henri. Zelfs de middenvelder met een fameus puntje bij 3-0. Nu is Hielsager met de voorzet. Ah, daar is de 4-0. Nee, tegen de paal. Nu misschien McKeon. Maar hij verslikt zich. En dan ontsnapt Oud-Heverlee Leuven. Dan een vierde tegengoal. Het moment waarop Sakala heel dicht bij zijn derde komt. Dat McKeon de bal niet raakt zoals hij dat wilde. Dan zie je toch nog die bal wat gedevieerd. Hendry. Mercier. Oh, nog Mercier. Goed tikje daar. Is misschien de kans, jawel. Maar Tukic. Maar ook. Het is uiteindelijk.
Daar komt Mercier. Dit is gevaarlijk en Maartens trapt hem heel erg goed binnen. Een verrassende vrije trap van Xavier Mercier. En Mathieu Maartens is dan de man die in balbezit komt. Nog wat hoop geeft in deze partij. Het was echt wel de bedoeling om Maartens op deze manier te bereiken. En dan spelen we net iets meer dan 78 minuten. En krijgt Oachel. Toch nog wat van het seizoen. Allebei nog punten na deze partij. Voilà, het is afgelopen. Naar het einde toe. Laten ze het wat lastiger bij KV Oostende om dat fysieke spel nog vol te houden.